Beste donateurs van Gezin in Gevaar, vandaag is een hele bijzondere dag. We hebben fondsen geworven voor het verspreiden van het boek Seksuele Indoctrinatie naar 5000 schooldirecteuren. En het doel van 15.000 euro is gehaald. Hier zijn 5000 boeken. Vandaag zijn we aan het insteken en op hele korte termijn zullen we deze sturen aan 5000 directeuren. En we verwachten heel veel reacties. We hebben al heel veel reacties gehad van u, van docenten, van directies van scholen. En we verwachten nog veel meer, want als mensen lezen wat er gaande is in schoolboeken, hoe die seksuele indoctrinatie verloopt, zullen de ogen opengaan van heel veel mensen. En het is mogelijk gemaakt dankzij uw gulle giften. Hartelijk dank daarvoor. Wij gaan de hele middag nog doorwerken en zullen dit allemaal naar de post brengen. En het kan dankzij uw giften. Waarvoor dank.